Het Hof van Justitie moet de lopende zaken van Dennis Villa Park zo snel mogelijk behandelen. Dit vragen de bewoners van het project in een brief aan Hofpresident Iwan Rasul Baks. De brief is geschreven op initiatief van Vijay Gauri en mede ondertekend door de overige buurtbewoners. De bewoners dreigen hun eigendommen te verliezen omdat ze percelen hadden gekocht bij verkavelaar Surinder Mungra, die daarvoor echter geen vergunning bezat. Zij willen dat er nu eindelijk een eind komt aan deze voor hun onsmakelijke kwestie. Initiatiefnemer Gauri hoopt dat het Hof van Justitie hun verzoek spoedig behandelt. In mijn geval zijn de veilingen gestopt en in andere gevallen zijn de veilingen van mij en nog drie andere personen die zijn dan gestopt bij de notaris vanwege valsheid en de verkapelings, hoe noem je dat, perceelkaart. En in het andere geval heeft de rechter dan de vorderingen stopgezet. Dus van de andere mensen die waar hun huizen ook geveild zouden worden. Ik zie in een andere brief dat de nieuwe eigenaar ook wil praten met de groep wiens papieren nog niet in orde is. Ja, dus op korte termijn denk ik wel dat de eigenaar met de andere mensen dus nou die geen papieren hebben gaat aan tafel gaat zitten. Heeft u een feeling gehouden onder die bewoners? Zijn ze wel bereid om te praten met de nieuwe eigenaar? De mensen zijn wel bereid, maar er zijn ook andere zaken die nou spelen. Want de weg is ook een beetje slecht. Nu vooral met de regentijd is het zandweg. Hè? Al die wegen hier op het project zijn zandwegen. Dus vanwege de regen zijn de wegen slecht. Dus het is moeilijk voor de mensen om te komen en te gaan. Dus, maar ik denk wel dat dat gaat lukken. Eerder heeft ex-minister Steven Relieveld geprobeerd de belangen van de buurtbewoners te behartigen, omdat de staat ook in gebreken is gebleven bij het toekennen van het project aan Surinder Mungra. Het lukte de ex-minister echter niet om het project weer in de boezem van de staat te krijgen. Gauri hoopt dat minister Roline Samsudin wel van betekenis kan zijn voor de buurtbewoners. We hebben niks meer van de minister gehoord en of vernomen. En ja, de minister, hij is geen minister meer van ROGB, nu zit er een andere minister. Dus we doen ook een beroep op die minister om de zaken even te bekijken. Hoe het allemaal gaat en wat er reelt en zeilt hier op het project. Om een diepgaand onderzoek te doen en deze, dat iedereen hun papier, over hun papieren kunnen beschikken. Want per vlot van rekening heeft iedereen gekocht bij Mungra. Maar wat er achteraf is gebeurd, weten we niet. Buurtbewoner van Dennis Villa Park, Vijay Gauri. Ook de advocaat van de nieuwe eigenaar van het project, Michelle Lau Kersenberg, heeft een brief gericht aan het Hof. Zij vindt dat de percelen op het project moeten worden ontdaan van alle lasten, omdat de perceelomschrijving niet klopt.